De regering heeft al goede resultaten bereikt met de verschillende schuldeisers. Dit maakte president Chandrika Prasad Santokhi onlangs bekend in DNA tijdens de begrotingsbehandeling over het dienstjaar 2023-2024. Tijdens het bezoek dat het staatshoofd onlangs bracht aan India, welke een van de grootste schuldeisers is, is er een overeenkomst bereikt over schuldherschikking. Nu wordt er volgens Santokhi technisch alles in orde gemaakt om zaken te formaliseren, zodat er een memorandum of understanding getekend kan worden. De president legde aan het parlement de bereikte resultaten uit. Voor wat betreft de onderhandelingen met onze schuldeisers, internationale crediteuren, we gaan door. We hebben al resultaat gehaald met de onderhandeling met de Paris Club. En thans wordt er gewerkt om datgene wat als overeenkomst bereikt te finaliseren met de afzonderlijke lidstaten. Meneer voorzitter, en soms beseft men onvoldoende wat het betekent om een schuldherschikking te bereiken. Eén is dat je het nu niet hoeft af te lossen. Twee is dat je onderhandelt over het bedrag dat minder wordt. Je onderhandelt over de rente en de rentecondities die soepeler worden. Je praat over een graceperiode. Maar meer nog, als je het bereikt, dan komen direct die middelen van die landen vrij die al die tijd bevroren waren om projecten uit te voeren. De effectieve staatsschuld per ultimo juni 2022 was $3.2 miljard. Deze schuld bedroeg 116% van het BBP-cijfer van 2021, welk het ABS op 30 augustus 2022 heeft uitgegeven. Deze schulden zijn onderverdeeld in buitenlandse schulden en commerciële schulden. De buitenlandse schuld heeft een waarde van $2.3 miljard en valt onder de categorie multilaterale schulden. Naast deze schulden heeft de staat ook buitenlandse commerciële leningen betreffende internationaal waardepapier uitgegeven via Oppenheimer in 2016 en 2019, die per ultimo juni 2022 totaal $810 miljoen bedroeg, inclusief $204 miljoen aan achterstallige rente- en aflossingsbetalingen. De overige commerciële buitenlandse leningen zijn ABN AMRO, Israel Discount Bank en Credit Suisse, met een totale schuld per ultimo juni van $37.8 miljoen. Met enkele van deze schuldeisers is er overeenstemming bereikt. Santokhi gaf zijn gehoor aan dat met de schuldherschikking er middelen vrijkomen om ingezet te worden voor ontwikkelingsprogramma's. Dus als je een overeenstemming bereikt met Paris Club en Frankrijk, dan komen alle AFD-middelen die al die tijd bevroren waren voor waterlijnenprojecten in Marowijne en Kommerwijn, die middelen komen vrij. En dat geldt ook voor die andere donoren. Als je overeenstemming bereikt hebt met India, kan anytime. De technicians zijn bezig. En dan komen direct bijna 100 miljoen projecten vrij om uit te voeren in dit land. En dat geldt ook voor China als we daar overeenstemming bereikt hebben. Je merkt, er zijn zoveel Chinese bedrijven die wachten. Dalian 5, Dalian 6. Alle andere grote bedrijven wachten totdat die overeenstemming bereikt. Op het moment dat het bereikt is, kan je weer gaan onderhandelen. Maar uiteraard moet die schuldherschikking plaatsvinden binnen die window van schuldherschikking van die IMF. Dat is wat goedgekeurd is. En dat is wat we overeengekomen hebben en getekend hebben op 21 december 2021, meneer voorzitter.